Hallo, hallo, dag beste vrienden. Ramses hier met weer een gloednieuwe aflevering van Let's Smash. Voor je personage kiest, moet je een level kiezen. Het lijkt dus bijna belangrijker dan je personage zelf. Maar waarom die keuze zo belangrijk is, dat gaan we vandaag bekijken. We gaan het namelijk hebben over alle verschillende levels in Super Smash Bros. Ultimate. Hier, bij Let's Smash. Je zult zien dat elk level er heel anders uitziet. Hyrule Temple bijvoorbeeld is totaal anders dan Vergat Orpheum. Op sommige levels zijn de levelgevaren bijzonder schadelijk en kun je zelfs nog koud gaan. Sommige zijn niet symmetrisch en sommige bewegen, maar daarop gaan we hier niet verder in. We willen het vooral hebben over de eenvoudige levels zonder levelgevaren. Elk level heeft een eigen layout aan platforms. De plaatsing is heel verschillend en daarmee ook de functies van de platforms. Personages met een groot bereik zijn er gek op, terwijl personages die makkelijk weg te houden zijn, ze liever overslaan. De levels verschillen ook qua lengte en hoogte. Indien je personage makkelijk afstanden overbrugt, kun je beter kiezen voor lange levels om voldoende afstand tot je vijand te bewaren. Springt je personage hoog? Kies dan voor een hoog level. Dat bevordert je mobiliteit. Elk level heeft andere schermgrenzen. Soms zijn die heel smal, dan weer heel breed. Is je personage goed in KO-scoren? Kies dan voor een beperkte schermgrens. Gaat je voorkeur uit naar een zwaar personage? Kies dan een level met brede schermgrenzen om zo lang mogelijk te kunnen overleven. Let op, ondanks dezelfde schermgrens kunnen bepaalde randen dichter bij de schermgrens liggen dan andere. Er staat een link in de beschrijving voor meer informatie. Op sommige levels kun je muursprongen maken, in de vorm van een wall jump of een wall cling. Dit kunnen maar bepaalde karakters, zoals Squirtles en ninja's als Sheik en Greninja. Je tegenstander kan je ook tegen deze muren aanslaan. Zorg dan dat je je val breekt om te overleven. Dit doe je door op de verdedigingsknop te drukken vlak voordat je de muur raakt. Op bepaalde levels kan je er zelfs met sommige personages onderlangs vliegen. Op sommige levels is er geen lege ruimte. Dan reikt de grond van de ene kant tot aan de andere kant van de schermgrenzen. In sommige gevallen ligt er water, waarop de personages drijven of in kunnen verdrinken als ze te lang blijven zwemmen. Smash is geen vakantie, dus niet te lang in het water blijven. We hebben nu alles besproken wat er te weten valt over de levels. Ik hoop nu dat je net als bij het kiezen van je personage, ook bij het kiezen van een level een strategische keuze kan maken. Hopelijk heb je weer veel geleerd. Nintendo en ik, je vriend Ramses, wensen je een welgemeend tot ziens.